Roy Beukenkamp keepte tussen 1998 en 2004 maar liefst 210 wedstrijden voor FC Groningen. Beukenkamp speelde met de FC eerst twee seizoenen in de eerste divisie, alvorens in 2000 terug te keren op het hoogste niveau. RBC probeert het nog, maar rekent buiten Roy Beukenkamp. Hij kwam toen van Den Haag natuurlijk. Ik koos eigenlijk voor Groningen omdat hij in de Eredivisie speelde. Alleen helaas gingen ze dat jaar eruit. Maar op zich denk ik dat het voor de club heel belangrijk is geweest dat ze die twee jaar in de Eredivisie hebben gespeeld. Gelukkig konden we het tweede jaar promoveren. En dat is denk ik heel erg belangrijk geweest voor de club. Achteraf nu gezien, ik denk ja, als je ziet wat een elftal we toen hadden, zeg maar, en de middelen die er waren en je promoveert, ik denk dat je niet had te hoeven denken als we dat jaar niet gepromoveerd hadden, hoe het dan verder was gegaan. Dus het was natuurlijk een enorm belangrijk jaar toen. Het is inmiddels slecht weer geworden. Maar Beukenkamp laat zich daardoor niet van de wijs brengen, ook niet door de moesje dichtbij. De zaak dat we toen overleefd hebben een aantal jaren en op het nippertje en is natuurlijk enorm belangrijk geweest. Ik kan me een jaar herinneren met Dwight toen hij Ron overnam dat we 8-9 wedstrijden 1 punt hadden. Ja, dat je dat jaar dat gewoon erin bent gebleven, niet één keer na competitie gespeeld. Dus dat is een super prestatie en ik denk dat dat net zo'n goede prestatie is als wat ze nu doen als je kijkt naar de middelen en de spelers die je had. In 2004 stopte Beukenkamp met zijn actieve carrière, waarna hij bijna 5 jaar werkzaam was als keeperstrainer en scout bij FC Groningen. Sinds 2009 is Beukenkamp scout voor FC Twente. Hoe gaat het nu met je? Nee, goed. Ik zit nu ook bij een mooie club. Na al die jaren van Groningen, nu bij Twente. We hebben daar natuurlijk ook 2 fantastische jaren nu achter de rug. Dus wat dat betreft had ik het niet beter kunnen treffen. Het gaat goed, dus ik ben erg tevreden daar.